Kunst is lang met Luc Heesen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zitten in de radiostudio van Vondel CS in Amsterdam in het Vondelpark. En wil je zien hoe dat eruit ziet, ga dan naar de Facebookpagina van Mr. Motley. Dat kan ook later natuurlijk. Je kunt kijken op YouTube, op Artube. En terugluisteren kan ook. Je vindt ons als podcast. En bij dit gesprek is Jip Piet aanwezig. Hij gaat visueel reageren. En dat doet hij alleen al in zijn uiterlijk. Hij zit hier als een soort van Birdman tegenover me. In een creatie die door hemzelf ontworpen is ook. Dus dat moet je eigenlijk zien. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley om dat te aanschouwen. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer de singer-songwriter Goslink, die niet alleen zijn liedjes zelf maakt, maar ook zijn instrumenten en zelfs zijn album Hoe ze zelf schildert. Maar eerst praat ik met Bas van den Hurk. Hij maakt schilderijen op de stof waar kleding van wordt gemaakt, vlakken in één kleur, met daarop sporen van verf. En niet geheel toevallig soms als er iemand met een paletmes tegenaan is gaan staan, zo lijkt het. En naast die sporen zie je hier en daar wat subtiele slierteverf en wat gestenselde vormen. Bijzonder abstract dus, en het blijft niet alleen bij dat oppervlak van het doek. Soms steekt er iets uit, een takje of een aantal draden met daar een object aan, waardoor de schilderijen als het ware in de ruimte bewegen. En soms gaat het werk van Bas nog meer richting installatie, bijvoorbeeld als die kledingstukken en beschilderde stof over een houten rek hangt of aan een plank aan de muur en daarbij objecten als de tak van een plant plaatst. Bas, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jouw werk is abstract en dat heeft een zekere onbepaaldheid. Dat omschreef ik net al een beetje. Monochroom doek, hier en daar wat slierten, streken verf. Hoe belangrijk is die onbepaaldheid? Die is wel heel belangrijk, ja. Kijk, misschien moet ik toch even nog een paar dingen. Stof, zeg maar. Het is heel vaak zijde, zeg maar. En, waar jij aan refereert als een soort stencils of zo. Dat is een zeefdruk. Dat is ook wel een afbeelding. Dus op een bepaalde manier is het ook wel bepaald of gekaderd. Maar ik snap wat je bedoelt met dat het gevoel wat je krijgt, dat een soort van random compositie is of zo. En dat die onbepaald is. Ja, die onbepaaldheid. Ja, goh, waar moet je beginnen? Hè? Die onbepaaldheid, die heeft vooral te maken met het idee dat het abstract is. En dat is een heel belangrijke keuze natuurlijk. Of je gaat abstract schilderen of je gaat figuratief schilderen, zeg maar. Hè? Ja. En in die keuze zit al iets heel essentieels, denk ik. Hè? Dus bij het schilderen van figuratief gaat het denk ik heel erg over wat je schildert. En over wat er te zien zal zijn, zeg maar. Maar bij abstractie is het feit dat er iets geschilderd wordt, zeg maar. Dus dat er iets ontstaat. En dat betekent meteen dat je een ander soort van, denk ik, reflectie hebt op wat dat is wat je doet, zeg maar. En daaruit volgt, voor mij in ieder geval, die onbepaaldheid. Omdat die onbepaaldheid, die zit eigenlijk in alles. Die begint daar, zeg maar, van met vragen als, wat is een schilderij, zeg maar? Wat is een afbeelding? Wat is een voorstelling? Wat is een representatie? Wat is een... En hoe kun je dat begrijpen, zeg maar? Dus in al mijn werk zit een zoeken en een vragen. En dat zou je als die onbepaaldheid kunnen begrijpen, ja, denk ik. Ja. En al die vragen die je nu zo opzoomt, omdat er wat stuk voor stuk natuurlijk immense vragen zijn, ja, spelen die allemaal een rol bij het maken van één zo'n werk, één zo'n schilderij? En hoe? If zo? Ja, die spelen natuurlijk niet. Op dat moment dat je dat maakt, spelen die vragen misschien niet die vragen zijn niet constant allemaal in mijn hoofd. Mm. Als je dat bedoelt, als ik iets aan het maken ben, zeg maar. Dus dat maken, daar zit ook iets heel... Dit klinkt heel theoretisch misschien wat ik net zeg, maar in dat maken zit natuurlijk iets heel intuïtiefs. Alleen intuïties moeten we dan niet begrijpen als dat je random wat doet, of dat er puur op je gevoel zou gaan of zo. Ik denk wel dat
intuïtie en zeker ja, daar zit die balans, zeg maar, hè, tussen dingen die je gelezen hebt, dingen die je weet, dingen waar je constant over nadenkt. En dat maken, zeg maar, alle twee die dingen zijn even belangrijk voor mij. Dus dat ik lees, dat ik erover nadenk, dat ik naar andere kunstenaars kijk en dat ik maak, zeg maar, die twee spelen alle twee een rol. En in dat maken neem ik al die dingen die ik gelezen of gezien heb of waar ik over gedacht heb, die neem ik mee. Als je dan over intuïtie spreekt, zeg maar, dan is dat natuurlijk wel een intuïtie die het niet random is of anything goes is, maar die ja, een achtergrond heeft. Ja, die gebaseerd is eigenlijk op alle ervaringen en alle kennis die je ooit hebt opgezogen over dat onderwerp. Ja. En eigenlijk, hoe manifesteren die vragen zich dan? Daar ben ik wel benieuwd. Dat is in het maakproces. Je zegt al, ik vaar op intuïtie als ik bezig ben. Ja. Maar waar zoek je naar? En die onbepaaldheid, zeg maar. Wanneer weet je, nu moet ik stoppen en nu staat er genoeg. En toch niet te veel. Ja, wanneer is iets af, zeg maar? Dat is dat, als je laatste vraag, ja, dat is ontzettend moeilijk te bepalen. Heel vaak maak ik dingen en dan laat ik ze staan en dan werk ik er nog een keer aan, laat ik ze nog een keer staan en kijk ernaar. Ja, dat en dan op een gegeven moment accepteer ik iets als een werk en als dat het af is. En dat proces van maken, dat kan soms snel gaan en soms kan het ontzettend langdurig zijn, zeg maar. Dus soms zit ik heel lang te kijken, weet ik eigenlijk niet wat ik moet doen. En dan loop ik maar rond en dan eromheen of zo. En dan doe ik soms heel lang niks. En soms dan doe ik in een soort serie van handelingen, doe ik alles achter elkaar. Dus dat ze vroeg eens een keer aan Bob Dylan van hoe schrijf je een song of zo. En toen zei hij van ja, sommige songs schreef ik in 3 minuten. En sommige dat deed ik 3 maanden over, zeg maar. En dat zegt eigenlijk niks over de kwaliteit ervan. Dus het is niet beter als het heel snel gebeurt of als het heel langzaam gebeurt. Dat hoeft niet de kwaliteit te bepalen. Dus ik neem het eigenlijk zoals het komt dan. En toch is er een moment dat je zegt oké, nu is het genoeg. Hoe kun je dat eens wat inzichtelijker maken voor mij? Want ik maak dat niet. Nee. Wat zegt zo'n schilderij dan? Dan zegt zo'n schilderij dat er een... Goh, ja, ik zou denken dan dat er ergens een evenwicht is. Mm-hmm. En dat het ergens wringt, zeg maar. Dus dat het ergens, als je het net over onbepaaldheid hebt, zeg maar, dat het, kijk, eigenlijk dat er bijna Kantiaans zou ik willen zeggen, zeg maar, dat er een soort van continu spel is tussen kijken en vragen stellen aan dat schilderij en dingen daarvan terug kunnen krijgen. Dat je een soort op en neer krijgt van vragen en misschien geen antwoorden, maar momenten die je kunt duiden, zeg maar, en momenten die je niet kunt duiden, als een soort continu heen en weer wat zich manifesteert. Dat een beetje vaag uitgelegd, maar... Ja, maar precies, kun je het concreter maken? Want dat voel je als je ervoor staat. Ja. Wat voor vragen zijn dat, bijvoorbeeld? Ja, die vragen gaan over textuur, over kleur. Die gaan over compositie. Die gaan over harmonie. Die gaan over disharmonie. Die gaan over lichtval. Die gaan over verandering die er in dat schilderij ziet, zeg maar. Die gaan over structuur die je daarin aanbrengt. Die gaan over, nou ja, over als die dingen bij elkaar komen. En dat is waarom schilderen natuurlijk ontzettend complex is, zeg maar. Al die elementen spelen een rol in dat handelen. Dat is de dikte van de verf, de transparantie, de kleur, de kleuren ten opzichte van elkaar, de vlekken ten opzichte van de vlakken, zeg maar. De stof ten opzichte van de verf. Al die elementen die spelen met elkaar. Ja, en daar zoek je naar een moment dat je denkt dat ze, wat ik zeg, ja, in evenwicht, maar misschien ook uit evenwicht blijven of zo, daar ergens tussenin. Dat is een mooie tegenstelling inderdaad. Want ik snap heel goed wat je bedoelt. Als je jouw werk ziet, dan daar zit een soort evenwicht in. En tegelijkertijd denk je, ja, waarom het zo staat, is mij een compleet raadsel. Ja. En nog steeds zitten daar ook een soort van, lijken het ongelukjes in misschien wel, wat ik zei. Ja. Iemand die met zijn paletmes even per ongeluk tegen een schilderij aanleunt. Ja,
Ja, ik werk nooit met een paletmes, maar ik werk met ik werk wel met een kwast. Maar ik werk ook met mijn vingers, soms met verf op mijn vinger, maar soms met mijn hand. Of ik werk soms rechtstreeks uit de tube. Ik teken uit de tube. Dus dat al die dingen kunnen het zijn. Waardoor dat effect van randomness wat kan voorkomen. Optreden, ja. En hoe ja, ik denk nou aan. Ja, ik denk aan iets van heel lang geleden, zeg maar. Ooit schreef ik mijn scriptie en dat ging aan de universiteit over filosofie. En dat heette Op voeten van het toeval dansen. En dat is uitspraak van Nietzsche, zeg maar. En hij zei van, ja, een bepaalde mate van kennis is wel mogelijk. Maar meer nog denk ik dat alle voeten alle dingen op de voeten van het toeval dansen. Dus hij meende zo van, ja, de onbepaaldheid is eigenlijk veel groter als de bepaaldheid in het leven. Mm. En juist de omgang met die onbepaaldheid, met het ongekend of onverwachte of onbenoembare, zeg maar. Ja, en daarmee dansen, daar een soort van even. Hè, wat is dansen, zeg maar? Hè? Dat is. Iemand gaat hier dadelijk spelen, zeg maar. Mijn voet is niet de beat, zeg maar. Maar ze vormen wel samen een soort ritme. Hè? Mijn voet gaat meetikken met de muziek of zo, zeg maar. Dus het is een soort van, ja, rhythm en rhyme, zou je kunnen zeggen. Hè? Er is een ritme en het moet rijmen. En daar moet een soort disharmonie in komen. En ja, die bepaaldheid is een onbepaaldheid. Ja. En dat is wat ik zie jou nu ineens, een soort van dansend in je atelier ook zo af en toe, nou ja, een streek werpen naar dat, het doek toe. Ja, dat is het wel. Dat is het ook, ja. Dat is het zeker. Ik denk aan Isabella Gros zegt zo dat schilderkunst nog steeds de meest aan het subject gelieerde vorm van kunst is. Kijk, wat is schilderkunst vandaag de dag? Is natuurlijk een oneindig vraagstuk ook. Zij noemt het een highly valuable quasi person, benoemt zij schilderij. Laatst verstond ik, een quasi? Ja. Person, ja, een personage eigenlijk, een karakter. En ja, misschien is het heel. Ik denk dat het een ongelooflijk romantisch idee is, maar ik ben het toch met haar eens, zeg maar. Ik denk dat de meeste kunstenaars die werken in fotografie of sculptuur echt een romantisch idee zullen vinden. Mm. Dat schilderkunst het meest subjectieve vorm van kunst nog is, waar het subject zich het meest in kan uitdrukken, of subjectiviteit het meest naar voren kan komen. Maar ik geloof het wel. Het heeft onder andere daarmee te maken, denk ik inderdaad, dat als ik in mijn atelier ben, ja, mijn doeken, dan hangen ze tegen de muur, dan liggen ze weer op de grond, dan staan ze scheef, zeg maar. Dus ik ben ook een soort dans aan het doen, bijna in mijn studio. Constant heb ik dat ding vast, bijna als iemand waarmee je danst, zeg maar. En dan hang ik het erop, dan leg ik het weer neer, yeah. Pak ik het weer op. Dus dat is ook een soort dans bijna die je. Ja, een performatieve actie is iets wat vaak gezegd wordt, maar een dans is wel een mooie metafoor, ja. En hoe verwacht je dat een kijker zich daartoe verhoudt? Want jij hebt dan die hele fysieke relatie, mm-hmm. dat dansen eigenlijk echt. Ja. Maar een kijker kan dat natuurlijk niet. Die staat er gewoon stil voor. Ja, ik daarom. Mijn werk is eigenlijk altijd installatief. En dat is precies daarom, zeg maar. Ik vind het nooit fijn, zeg maar, als je ergens een tentoonstelling hebt en er is een ruimte en je komt binnen en je kunt in één blik alles zien, zeg maar. Dus je zou bijna inderdaad. Natuurlijk, klassiek wordt dat gezegd, ja, schilderkunst is iets. Je hebt iets aan de muur en je staat ervoor. En het communiceert eigenlijk vooral van het oog naar de hersenen. Daarom wordt altijd eigenlijk een vergeestelijkte vorm van kunst genoemd, een kenvorm. Eigenlijk het corporeaal, het fysiek is bijna niet aanwezig. Maar ik maak mijn werk eigenlijk altijd installatief, precies daarom, omdat ik graag wil. Dus het zijn vaak architectonische elementen die ik plaats in de ruimte om te zorgen dat er beweging van de toeschouwers is. Dus dat toeschouwers. Bij een tentoonstelling. Ja, bij een tentoonstelling. Ja. Dat ze niet eigenlijk alleen maar stil voor het schilderij. Ze kunnen het, maar dat er eigenlijk ook beweging in die ruimte komt, waardoor toeschouwers constant andere gezichtspunten op dat werk krijgen, waardoor ze constant een ander perspectief erop moeten werpen. Eigenlijk het idee dat die schilderkunst iets in stilstand is, dat probeer ik in ieder geval aan het wankelen te brengen. Ja, dus ik probeer constant te zo. En werk zijn dat dan bijvoorbeeld bankjes in de ruimte, dat mensen daar omheen moeten en er dus anders naar kijken? Ja, het zou kunnen. Vaak zijn het architectonische elementen, dus muren of dat soort dingen, zeg maar, waardoor er een loop ontstaat of een blokkade ontstaat om naar dingen te kijken. Of waardoor je, nou ja, in ieder geval ook waardoor
waardoor als er meerdere toeschouwers zijn, wat bijna altijd is natuurlijk bij een tentoonstelling, dat ook mensen ook elkaar, ook, hè, dus niet alleen dat werk, zeg maar ook elkaar gaan tegenkomen en ook verschillende gezichtspunten met elkaar eigenlijk zouden gaan, idealiter zouden gaan uitwisselen. Ja. Bovendien, het werk is altijd geschilderd op zijde, dus dat is een dat glimt eigenlijk. En als je beweegt, dan neemt dat constant anders, vangt dat constant anders licht. Dus waardoor dat werk constant verandert eigenlijk. Als ik ook in mijn studio werk, ja, dan als een werk hangt, loop ik ook constant van links naar rechts eigenlijk door mijn studio om te kijken hoe het voor mij ook verandert. En ik gebruik vaak dingen als bijvoorbeeld goud of zilver ook. Of, dus die stof die verandert van lichtval. Maar eigenlijk als je dingen als goud of zilver gebruikt, ja, die veranderen in het licht ook heel erg. Dus soms kan een werk dan ineens veel vlakker lijken en anders krijgt het heel erg een ruimtelijkheid. Ja. Ja. Dus eigenlijk verzet jij je helemaal tegen die eenpuntsbenadering, dat ene perspectief van schilderkunst? Ja, schilderkunst wordt traditioneel natuurlijk zo gezien als iets wat in een soort stilstand. En dat gaat natuurlijk, dat heeft andere connotaties, ook als dat gemaakt zou zijn voor de eeuwigheid en dat soort dingen, zeg maar. En ik probeer inderdaad juist dat momentaan en dat toevallige en dat bewegelijke of dat veranderlijke probeer ik naar voren te brengen, ja. Hoe autonoom vind jij dat jouw werk moet zijn? Hoeveel moet dat een op zichzelf staande beeldtaal zijn die zo min mogelijk refereert aan die buitenwereld? Ja, ten opzichte, kijk, zoiets als volledige autonomie bestaat niet. Nee. Dat vooropgesteld. Maar ik vind dat idee van autonomie vind ik ontzettend belangrijk, zeg maar. Waarom? Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, heel lang was dat echt een absoluut taboewoord in de kunst. Je kon er nergens mee aankomen, zeg maar. Iedereen begon gelijk te gapen en te zuchten en zijn handen ten hemel te heffen als je met autonomie aankomt. Iedereen vond dat een totaal achterhaald concept. Maar ik ben het altijd als een soort geuzennaam blijven koesteren. Ja, omdat juist over dat idee van autonoom, daar het allergrootste misverstand is eigenlijk dat het zich tegenover engagement zou stellen. Iets wat je ontzettend vaak hoort, zeg maar. Of een kunstenaar is autonoom, of hij, en dan houdt hij zich bezig alleen maar met de kunst zelf, enzovoort, zeg maar. Of hij is geëngageerd. Maar tegenover autonomie staat heteronomie. Dat is de tegenstelling van autonoom. Dat wil eigenlijk zeggen de contextbepaaldheid van die er is. En dat spanningsveld vind ik het allermooiste wat er is, zeg maar. Dat je iets hebt wat autonoom is, wat zich zijn eigen regels stelt, zijn eigen wetten maakt, zijn eigen condities eigenlijk zoekt, zijn eigen beeldtaal zoekt. Ja, en dat er altijd een context is. Dus dat er altijd, nou, dat is de ander, zeg maar, degene die tegenover je zit, maar dat is ook de wereld hier buiten. Dat is het discours van de kunst. Dat zijn andere kunstenaars. Dat zijn teksten die erover geschreven, kunsthistorisch. Maar dat is ook in een groter verband natuurlijk. Zijn dat politieke vragen enzovoort, zeg maar. En hoe verhoud je je daartoe? Ja, die spanning tussen dat individuele ding en die individuele wetten die je kunt maken en regels die je op kunt stellen en die buitenwereld. Dat is iets wat me al altijd gefascineerd heeft. En hoe wil je jouw werk daarin positioneren? Wanneer is dat, is jouw werk geslaagd? Ja, het werk is geslaagd als het daarin het grootste spanningsveld kan opzoeken. Dus als een werk zowel autonoom functioneert, dus dat je het uiteindelijk los kunt bekijken, als dat het zich heel erg tot die installatie, tot die omgeving richt. Dus dat wil zeggen tot andere werken in die ruimte, tot architectonische elementen, tot de plek waar het is, tot de bezoekers die daar zijn, tot de context waarin die tentoonstelling gemaakt wordt, teksten die daarbij horen. Kun je dat nog concreter maken? Want ik geloof wel dat ik snap wat je bedoelt, maar kun je het aan de hand van één werk eens proberen te schetsen hoe dat dan, hoe je dat ervaren hebt? Ja, ik bijvoorbeeld, 2 jaar geleden heb ik hier een, dat is leuk denk ik, als voorbeeld in Amsterdam een tentoonstelling gemaakt. Die heet Politics of Installation. En daar was, nou ja, die titel zegt het al, zeg maar. Hè? Dat was een soort van, de,
het was een installatie en de politiek daarvan, zeg maar. Wat er te zien was, was een duo tentoonstelling met Hans de Meulenaren. En daar waren, hij had een aantal architectonische elementen gemaakt en ik ook. Bijvoorbeeld wat ik gemaakt, dat was een half ronde betonnen muur. Mm-hmm. En die was gebaseerd op de architectuur van Julian Lampes. Hij is een Belgische architect. En hij heeft het modernisme eigenlijk in België geïntroduceerd. En dan heel specifiek het idee van open plan living. En dat is het idee, zeg maar, dat je één huis hebt. Één ruimte hebt, zeg maar. Waarin geen afgesloten ruimtes zijn. Dus dat alles is open plan. En hoe leef je daar samen, zeg maar? Dat was zijn vraag. En dat was in de jaren 60, jaren 70... was dat echt een architectonisch vraagstuk, zeg maar. Van, we zijn hier allemaal samen in deze ruimte. Ja, niemand kan ergens een deur dicht doen. Dus niemand heeft private ruimte. Hoe gaan we met elkaar om? Ja, volgens mij lijkt dat altijd... vind ik een supermooi vraagstuk, zeg maar. Hoe is dat, zeg maar? Hoe kunnen we echt samenleven? Hoe moet dat eruit zien? Dus wat hij dan maakte in die ruimtes waren wel... en dus die heb ik een soort versie van gemaakt. Een half ronde gesloten ruimte. Met een half rond, maar wel met niet... je kon hem niet dicht doen, maar er zat wel een opening in. Mm-hmm. Dus hij was wel... dus je had een soort privacy. Je kon daar wel... in of achter, zeg maar. Maar ja, natuurlijk altijd geluidsovergang. Je kunt niet een deur dicht doen. Kon er niet in verdwijnen. Dus je kon je daar enigszins afzonderen, maar niet echt. Nou ja, als je zulke elementen in een ruimte hebt, zeg maar, dan roept dat die vraag op van ja, wie is waar? Hoe bewegen we ons ten opzichte van elkaar? Nou ja, naast dat soort elementen waren er schilderijen in die ruimte. Dus hoe is die verhouding tussen die architectuur, tussen daar in kunnen zijn of erachter kunnen zijn, daar kunnen rondlopen en die schilderijen, hoe zie je die of hoe ga je die niet zien? Hoe ga je daar naartoe lopen of ga je daarvan afsluiten? Dus samenvattend, de criteria, het moet een eigen beeldtaal zijn, zo'n half open cirkel en de objecten die je daarbij plaatst. Moet autonoom zijn. Tegelijkertijd neemt het zijn plek in de ruimte en heeft het speciale relatie tot die ruimte. Ja. En jouw werk is geslaagd als het allebei op een spannende, zo spannend mogelijk doet. Ja, dus als jij in die ruimte dus misschien even alleen naar dat schilderij gaat kijken. Of je kunt even bijvoorbeeld tegen die muur gaan zitten. Of je achter die muur gaan zitten en niet kijken, zeg maar. Ja, je kunt alle twee. Dus er is een verhouding tussen dat schilder en die architectonische elementen. Maar je zou ze ook los kunnen bekijken of los kunnen ervaren. Ja. Ja, en je zou ze individueel kunnen ervaren en bekijken. En je zou vooral ook samen dat kunnen ervaren. Dat zou het meest... ja, dat zou in dat idee van... dat ze optimaal zijn in de zin dat het... daarom heet de politics of installation. In die zin dat het dan ook politiek wordt. Omdat je dan... vandaag is 21 maart, er zijn verkiezingen. Hè, zeg maar. We hebben gestemd over die democratie. Zo'n democratie, dat is uiteindelijk ook een set van afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Waarvan het begin altijd natuurlijk met geweld is ingesteld. Iemand heeft to install a law is to break a law. Dus om nieuwe wetten te maken, moeten andere wetten worden afgebroken. Mm-hmm. Dat nog steeds, wij denken dat soms niet, zeg maar. Mensen zijn natuurlijk politiek beu enzovoort. Maar nog steeds is dat natuurlijk mogelijk. Nog steeds kunnen wij totaal andere wetten. We zouden met z'n allen andere partijen, andere wetten. En dan zouden we ook andere dingen kunnen voor elkaar kunnen krijgen in deze democratie. Yeah. Nou ja, ik denk altijd iedere... zo'n installatie is een soort voorstel voor hoe dat zou kunnen zijn, zeg maar. Dat je in een ruimte komt en dat je eigenlijk, als je een kunstruimte in, als wij hier nu naar buiten lopen, zeg maar, en het stoplicht staat op rood, dan weten we, oh, we moeten stoppen, het stoplicht staat op groen, mogen doorlopen. Maar als je een kunstruimte betreedt, dan kom je in dat gebied van die onbepaaldheid terecht. Je weet eigenlijk niet waar je bent, zeg maar. Je weet eigenlijk niet hoe je dat moet lezen, je weet niet hoe je dat moet begrijpen. Hè? Die kunstenaar kan daar zijn eigen wetten en zijn eigen regels autonoom laten soeverein installeren, zeg maar. Yeah. Ja, en jij als toeschouwer moet gaan zoeken naar wat betekent dat? Hoe kan ik me daartoe verhouden? Wat is die onbepaaldheid? Hoe ga ik daar iets uit opmaken? Mm-hmm. Ja, en
Als je dat alleen moet doen, dan is dat heel moeilijk. Maar als je dat met meer mensen kunt doen, in een dialoog, in een democratie, als je erover kunt praten, oh, wat betekent dit? Hoe moet ik me hiertoe verhouden? Wat wil dat zeggen? Hoe komen we daaruit, zeg maar? Als je samen die betekenis moet genereren, ja, dan kun je nieuwe betekenissen, andere betekenissen kunnen naar voren komen. Dat is mijn ideale streven, zeg maar, dat zou gebeuren. Ja, oké. Okay. Dus dat er een soort gebruik is van die ruimte die je van tevoren niet kent en die je met elkaar moet... ja, onderhandelen bijna of bespreken of in een dialoog moet treden om daar de betekenis uit naar voren te krijgen. Dus eigenlijk is jouw werk een soort van, moet het mensen bewust maken van de grotere structuur waarin ze zitten. In dit geval de democratie, als je het hebt over die zeker, politics. Zeker, ja. Ja. Om terug te komen op de tegenstelling die je stelde, geëngageerd versus autonoom, wat natuurlijk heel geëngageerd is. Ja, wat zeker, ja. Ja, en... ja, beroemde uitspraak van Adorno zei... juist in haar autonomie is de kunst het meest sociaal-maatschappelijk. En dat is zeg maar... Dat bedoel ik, zeg maar. Dat engagement zit in die autonomie, zeg maar. Dat komt uit die autonomie naar voren. Juist dat die kunstenaar autonoom dingen voorstelt... ja. Wordt dat geëngageerd, zeg maar. Juist dat autonome moment... wordt het in verbinding, ja. Daar wordt iets voorgesteld, zeg maar, wat zich onttrekt aan het discours was dat nu gelezen kan worden. En daar moet opnieuw naar gekeken worden. En dat is natuurlijk de ultieme vorm van engagement. Ja. Engagement is, ja, hoeft niet per se te zijn, oh, er is nu een crisis in Syrië en ik doe daar iets mee, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een vorm van engagement. Maar juist in die autonomie kan dat engagement in mijn optiek plaatsvinden, zeg maar, doordat het abstractere vragen daarover stelt en daadwerkelijk nieuwe inzichten kan bieden of nieuwe vragen kan oproepen, nieuwe regels zou kunnen installeren. Tegelijkertijd, als ik jou zo hoor, dan klinkt het heel logisch, maar ik kan me ook heel voorstellen, en dat zou voor mezelf denk ik ook gelden, dat je zover niet komt in de gedachten en de associaties daarin. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Ja. Is dat dan een grote teleurstelling of hoe... Goede vraag. Voltrekt zich zoiets niet heel bewust, zeg maar. Hè? Dat kan ik me voorstellen. Maar ik hoop dat er in ieder geval zo'n soort gesprek op gang komt. Of dat er zo'n dialoog op gang komt tussen mensen. En dat ze zich afvragen hoe ze om moeten gaan met wat ze daar zien. En dat ze daar een uiteindelijk toch inderdaad op dat niveau op dat punt komen. Dat ze erover gaan praten, dat ze erover nadenken, dat ze daar vragen aan overhouden enzovoort. Zeg maar. Al is het maar om het ongemak te uit te spreken. Want dat kan natuurlijk ook nog dat je daar staat. Dat je denkt, dit is weer hedendaagse kunst, jongens. Ja. Ik heb er geen flauw idee van hoe dit werkt. Dat zal natuurlijk ongetwijfeld bij het overgrote deel van de mensen de consequentie zijn van al die vragen die ik hier oproep. Ja, ben ik me van bewust. Ja. Dat neem je voor lief, of dat is oké? Dat neem ik zeker voor lief. Ja, ik overschat niet de rol die de kunstenaar speelt in deze wereld. In dat opzicht. Kijk, van mij uit zoals dat nu vertellen is natuurlijk een ongelooflijk idealistisch verhaal. Dat begrijp ik. Maar ik overschat niet de rol die ik daarmee kan hebben. De invloed van kunst in deze wereld is beperkt, zeg maar. En dat is, al die dingen die ik kan doen blijven uiteindelijk alleen modellen of voorstellen die daarvoor gedaan kunnen worden. Ja, die zijn niet daadwerkelijk op dat moment echt iets aan het veranderen. Maar dat is ook natuurlijk, ik ben geen politicus of ik ben geen actievoerder of ik ben geen... Dat is mijn rol niet, zeg maar. Ik ben een kunstenaar, dus ik druk me uit met de middelen van de kunst. En binnen het discours van de kunst. En daar kan ik dat voorstel doen. In een modelvorm kan ik dat doen. Ja. Ja. Er gebeurt van alles tegenover ons. Een hele grote witte pruik van Jip. Jip, pak de microfoon erbij. Waar ben je mee bezig? Ik wil als allereerst zeggen dat ik wel respect heb voor de kunst. Maar ik heb een beetje een drukke dag gehad. En, sorry, je zei ik heb respect voor de kunst, maar ik heb een drukke dag gehad? Ja. Ja, dus ik ben nu eigenlijk de weg terug aan het uitvogelen, zeg maar. Uit de studio woning. En terug naar huis? Bedoel je? En hoe doe je dat visueel? Nou, kijk. Ik kom uit een ander universum. Ja. En ik weet niet hoe ik nu naar huis moet komen. Dus
Dat ben ik dus aan het uitvogelen. Nee, precies. Jij bent een soort... Ik ben de map aan het drawen. Oké. Okay. Een soort mystiek figuur ben jij geworden eigenlijk. Ja, dat krijg je. Dat krijg je. Waarvan? Als je mensen loslaat. Ja, ja, dat is waar. Nou ja, goed, ja, je reageert visueel. Als je mensen loslaat, dan kan dit gebeuren. Dan belanden ze in een andere wereld. Kun jij iets vertellen over waarom je eigenlijk dit op je hoofd hebt en over je schouders? Wat heb ik op mijn hoofd? Die pruik. Ja, dat is de kleding in mijn universum. Ja. Dus heel veel kan ik daar niet aan doen. Het staat in de wet dat ik dit aan moet. Oké. Okay. Het is ook verboden om haren te knippen in mijn universum. Oké. Okay. Er zijn geen geloven. Mm-hmm. Mensen geloven niet. Kun jij iets vertellen? Is er iets van het gesprek ook blijven hangen wat jouw tekening beïnvloed heeft? Of? Ja, ik heb een aantal lege canvases getekend. Uh-huh. Om vervolgens daarop de map terug naar mijn universum te gaan proberen te vinden. Oké. Okay. Nou, ga er lekker mee door, Jip. Dan komen we straks weer bij je. Oké. Okay. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Bas van den Hurk. Hij maakt abstract werk dat tussen schilderij en installatie in zit. Zowel autonoom als geëngageerd. Laten we het misschien dan zo samenvatten. Bas, wat mij opvalt is dat jouw werken ook vaak een interessante titel hebben. Die heel vaak verwijzen naar popcultuur. Dus regels uit een nummer van Bob Dylan of personages uit films. Ja. Waarom dat? Klopt. Die verwijzingen naar Bob Dylan is omdat heel vaak luister ik in de studio naar zijn muziek. En dat is en heel vaak zijn dat dan bepaalde zinnen of ik ben soms heel maniakaal dat ik dan hetzelfde nummer of hetzelfde plaat oneindig draai bij bepaalde werk of zo. En dan zijn het uiteindelijk zinnen uit een album of uit een nummer die de titels van de werken geven. En heel vaak ook in een tentoonstelling zijn het dan regels van één nummer die mm-hmm. Allemaal de titels zijn van de werken, zodat eigenlijk de tentoonstelling als geheel de song weer in zich heeft. Ja, en is die sfeer waarin het gemaakt wordt ook bepalend voor het resultaat? Zet je het daarom ook op repeat, zeg maar? Ja. Eén sfeer bevat? Ja. Dus ik denk wel vaak na over waar ik naar wil luisteren. Dus op dat moment. Dus nu, want ik zeg Bob Dylan, maar bijvoorbeeld nu ben ik ben de laatste weken heel veel aan het luisteren naar bijvoorbeeld naar de Beastie Boys. Mm. Jaren 90. Jaren 90. Een beetje houterige hiphop misschien soms. Ja, ook vooral vanuit het idee bijvoorbeeld dat... Wat ik bijvoorbeeld aan die Beastie Boys interessant vind, is dat wat ze eigenlijk doen, is ze spelen vaak verschillende ritmes tegen elkaar in of zo. Dus op een gegeven moment is dan die MCA, die is dan hij gaat dan naar het zuiden van Amerika. En dan gaat hij op een gegeven moment naar Afrika. En dan gaat hij naar Tibet. En hij neemt er alle invloeden van mee. En hij begint daar gewoon in die ritmes in te brengen, zeg maar. En er wordt gewoon overheen gerept of tegen ingerept. Dus je krijgt eigenlijk alsof bepaalde dingen gewoon op elkaar botsen en tegelijkertijd toch bij elkaar komen. Wat we net zeiden, bijvoorbeeld over die onbepaaldheid en die bepaaldheid, dat dingen schuren en tegelijkertijd harmonieus worden of zo. Ja, vind ik ontzettend goed in die muziek van de Beastie Boys, dat zo door elkaar begint te lopen. Of vind ik ook bijvoorbeeld bij Dylan is dat vanaf Time Out of Mind of zo, lijkt het bijna ook alsof hij eerst een muziek aanzet of een orkestje aanzet, en dan lijkt het bijna alsof hij een ander orkestje er tegenin laat spelen of zo. Het zijn bijna constant twee dingen die door elkaar heen of tegen elkaar in spelen. Ja, dus dat zijn dan dat die ritmes zo, of die vind ik dan prettig om bij te werken of zo. Ja, dat inspireert, of dat is een beetje dezelfde taal misschien wel. Ja. Hoe zou je zeggen ik lees in interviews met jou bijvoorbeeld heel veel dat modernisme, bijvoorbeeld Bauhaus, dat het jou heel erg inspireert, hè? Kunst en vormgeving als manier ook om de wereld te verbeteren. Ja. Is dat ook een streven wat je met je eigen werk nastreeft? Ja.
Ja, die dingen waar we het net over hadden, dat eigenlijk zo'n installatie een totaal model bijna is van hoe je een voorstel zou willen doen aan de wereld. Hè. Dat klinkt nou heel pathetisch en heel naïef, maar uiteindelijk voel ik het wel zo, zeg maar. En wat we net zeiden, ook al zal dat voor de meeste mensen iets totaal onbegrijpelijk zijn, ja, dat hindert mij niet of zo. Ja, en in dat vroege modernisme waren natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Bauhaus of zo, zie je ook dat zij natuurlijk ja, ook een voorstel doen voor de wereld. Hè? En zij beperken zich ook niet tot alleen maar een schilderij of alleen maar, nee, de hele vormgeving, de hele theater, muziek, weven, wandkleden, vloek, alles zat erin, zeg maar. Zij deden echt een voorstel voor hoe de wereld er anders uit zou kunnen zien. Yeah. En we weten natuurlijk ondertussen, ja, de wereld ziet er Bauhaus uit, zeg maar. Als je naar IKEA gaat, dat is Bauhaus. Hè? Dat is de hele vormgeving van IKEA. Dat is helemaal Bauhaus natuurlijk. In een goedkope andere versie. Maar dat is precies hetzelfde, ja, hetzelfde beeldtaal die daar gesproken wordt. En als we dan daar eens over fantaseren, hoe zou dat buiten de kunst, het kunstdiscours kunnen komen? En hoe zou dat de maatschappij kunnen veranderen? Heel praktisch. Goeie. Ja, dat is natuurlijk de 1 miljoen gulden vraag. 1 miljoen euro vraag. Uiteindelijk... uiteindelijk zijn die dingen waar we het net even over hadden, zeg maar, dat er dat die dialoog, hè, waar het nu constant ook over gaat, wat misschien ook een beetje een clichébeeld is of zo, maar toch dat die dialoog open is, hè, dat is waar dat werkt, zeg maar, als je het over die nog een keer terug naar die onbepaaldheid, zo dat in eerste instantie dat onbepaald is of zo, hè, dat die dialoog open is en dat van daaruit er anders nagedacht kan worden over de wereld. En gek genoeg, ik zat er vandaag over te denken. Ik dacht eigenlijk dat je deze vraag ging stellen. Misschien ik wist eigenlijk niet het antwoord. Maar gek genoeg dacht ik eigenlijk aan Donald Trump vandaag. Ik dacht aan die verkiezingen. En ik dacht van, kijk, misschien op een hele negatieve manier, maar uit zijn politiek blijkt natuurlijk wel dat dingen totaal veranderd kunnen worden, zeg maar. Hè? Want wat mensen hebben nooit zoiets gezien, zeg maar. Wat daar gebeurt, is eigenlijk continu onvoorstelbaar. Maar het gebeurt wel. Yeah. En dat we, nou is dat op een negatieve manier. Maar eigenlijk is zoiets natuurlijk omgekeerd ook mogelijk op een positieve manier. Dingen kunnen daadwerkelijk echt fundamenteel anders worden. Maar als we heel eerlijk zijn, op dit moment speelt de hedendaagse kunst niet zo'n grote rol in de maatschappij. Nee, dat zei ik net, zeg maar. Maar die, kijk, dat is met Bauhaus ook natuurlijk. Hè. Bauhaus was ook maar een klein schooltje met een beperkt aantal mensen, met een beperkt aantal studenten op een paar locaties bestaan. Dat had ook niet een groot publiek of zo op dat moment. Maar het heeft natuurlijk wel, ja, kijk naar de wereld om je heen. Het heeft een enorme invloed gekregen. Dus misschien is die invloed niet zo heel direct maar zou die op de lange duur kunnen zijn. Maar ja, nogmaals, ik overschat mijn rol of de rol van de kunst daarin. Nee, maar laten we vooral zo dromen. Want ik bedoel, dat bedoel ik. Ik noem het ook naïef of idealistisch. Maar naïef en idealistisch of romantisch. Of zeker. Ja. Ja. Want bij Bauhaus zou je ook nog kunnen zeggen, ja, dat zit in vereenvoudigde vormen. Of dat is een dat is best wel een helder, bijna marketingconcept, zou je het ook kunnen noemen. Hè? Ja. Zou de kunst dat meer nodig hebben, zoiets? Nee. Nee, in die zin, kijk. Als ik zeg van ik hou van Bauhaus of ik hou van dat idealisme, dan moet ik natuurlijk ook tegelijkertijd zeggen dat modernisme in die hele pure vorm, dat heeft natuurlijk ook, hebben we kunnen zien, dramatische gevolgen gehad. Als je denkt aan, als je doordenkt dat toen Van Doesburg een diagonaal schilderde, wilde Mondriaan nooit met hem praten. Snap je? Dat was zo. Fanatisme. Dat was zo. Dat was zo uh,
rigide, zeg maar. Ja, en vooral op het punt van zuivering zaten zij natuurlijk. Hè? Zuiveren van kleur, van vorm. Van, nou ja, als je denkt, als je aan het woord zuiveren gaat denken en we denken waar dat op is uitgelopen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat als je dat politiek gaat vertalen, is dramatisch natuurlijk. Dus dat rigide wat daarin zat, ja, dat wil ik nooit meer terugkrijgen. Dus vandaar ook misschien nog een keer terug naar jouw eerste vraag, die misschien het moeilijkst was over die onbepaaldheid. Maar daar gaat toch over, daar ook wel over, zeg maar, dat dingen uiteindelijk niet rigide worden. Dat in dat werk altijd iets blijft schuren of blijft wringen, of iets open blijft of iets anders blijft. Of ja, dat je niet iets totaal rigides ontwikkelt, maar altijd daar iets vragends of iets zoekends of iets gefragmenteerds of iets opens in houdt. Dat is voor mij wel heel belangrijk. En dat zou dus ook een pleidooi zijn voor de wereld buiten de kunst om een pleidooi voor onbepaaldheid. Voor zeker, meer duidigheid. Zeker, zeg maar. Kijk, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste bijdrage die de kunst op dit moment heeft, zeg maar. De hele wereld zit in een soort van formats opgesloten, hè, die tot ons komen. En alles wordt in formats tot ons gebracht. En daarmee, als wij kijken naar het 8-uur-journaal zien we daar, dan wordt de serie wordt tot ons gebracht in quotes en shotjes en montages enzovoorts. En er wordt bij ons een gevoel opgewekt, alsof wij in 2 minuten, zeg maar, iets begrijpen van wat daar gebeurt. Zo is die format ingekleed. Ja. Maar uiteindelijk begrijpt natuurlijk niks van wat daar gebeurt, zeg maar. Dat is iets onvoorstelbaars wat daar gebeurt. En juist die kunst kan vragen door de format die het aanbiedt en de onbepaaldheid die erin zit, van waar kijk ik eigenlijk naar, wat gebeurt hier, hoe moet ik dat begrijpen, zeg maar, hoe kunnen wij samen dat begrijpen. En juist dat onvoorstelbare, onbepaalde, ongedefinieerde, dat kan kunst naar voren brengen. En daar kan kunst, volgens mij de allerbelangrijkste functie van kunst, bepaalde ruimte openhouden voor vragen die erin gesteld worden, om juist niet, hè, het mediatijdperk waarin we leven, waarin alles in hapklare, snelle brokken begrepen moet worden, zogenaamd begrepen moet worden. Want het blijkt natuurlijk uiteindelijk dat juist dat onderhuids een ongelooflijk gevoel van onrust en onmacht bij mensen teweeg brengt, omdat ze natuurlijk uiteindelijk ook voelen dat ze niet snappen wat daar gebeurt. Ja, dus dat is wel, als je dan denkt aan een maatschappelijke rol voor de kunst, dan kan kunst dat wel doen, zeg maar. En nu, zelfs al is het maar vanuit dat onbegrip van, goh, ik begrijp daar niks van, zeg maar. Nou, dan zijn er in ieder geval dingen die onbegrepen zijn gebleven. Ja, precies. Het aanwezig zijn van onbegrip zal al een goede steunpilaar zijn. Ja. Is er eigenlijk een kunstwerk aan te wijzen waarbij jij zelf dit zo heel zwaar ervaren hebt, waardoor je dacht, ja, zo, deze rol kan kunst hebben? Ja, ik heb dat wisselt natuurlijk altijd, maar ik heb wel momenteel een kunstenaar, bijvoorbeeld als Richard Aldrich, is een kunstenaar die ik heel erg bewonder. Of, wat maakt hij? Kun je eens omschrijven? Hij is een schilder en iemand die eigenlijk misschien zou je dat provisional kunnen noemen, een soort geïmproviseerde schilderkunst ook maakt. Heel erg divers. Dus soms kan het een leeg doek zijn waar 3 verfroerstokjes op geplakt zijn. Soms kan het naar een voorstelling neigen. Soms kan het eigenlijk een bijna monochroom worden. Soms kan dus heel diverse uitingsvormen. Zonder in mijn optiek heel vaak dat soort schilderkunst wordt dan heel vaak als cynisch of ironisch. Maar dat is zijn werk eigenlijk absoluut niet, zeg maar. Dus je voelt nergens dat hij cynisch is naar de dingen die hij doet. Maar juist altijd zoekend en vragend in die schilderkunst. En hoe sta je er dan voor als jij dat ziet? Want dan stap je dan op een gegeven moment, sta je oog in oog met zijn werk. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Jaloezie. Misschien als het allereerste waar ik aan denk. Dat ik denk van godver, weet je wel, dat is fantastisch. Ja, ik vind
Ja, kijk, als ik net zeg, mijn werk is installatief. Zijn werk is eigenlijk heel soms een beetje installatief, maar vooral toch schilderkunst. Maar eigenlijk wordt die schilderkunst ook installatief. Zijn heel vaak door verschillende formats en verschillende, omdat zijn werk soms ook collage of assemblage is, wordt het ook objectmatig. Dus het verhoudt zich ook tussen object en schilderij. En de manier waarop het gehangen is, vaak laag of zo, maakt het ook dat het bijna installatief is. Dus je krijgt ook toch wel die ervaring die ik net zei, van dat je eigenlijk je lichamelijk tot die werken verhoudt, tot die ruimte verhoudt waarin je beweegt. Dat vind ik bij zijn werk ook wel. Dus het is echt, bij mij roept het echt een veel onderbuikgevoel bijna op of zo. Meer als dat ik heel erg aan het kijken of aan het analyseren ben wat hij doet, roept het bijna meer een gevoel op of zo. Ja, precies. Dus je gaat niet ontleden of je gaat niet proberen te begrijpen waarom die drie stokjes... Nee, bij hem kom ik, als je net over die zone van waarin je onbepaald bent en denkt dat dingen open zijn of dat je... Dat voel ik ontzettend als ik zijn werk zie. Dat ik bij ieder werk van, wat is dit? Of hoe kan dit? Of hoe heeft hij dit gedaan? En hoe verhoudt zich dit tot al die andere dingen? Kan dat eigenlijk wel? Is dat waanzin, of is dat zo, toch een soort van, is dat toch rhythm and rhyme, is dat toch, harmonieert het toch op een of andere manier, of verhouden zich toch tot elkaar? Ja, dat vind ik ontzettend fijn als ik in zo'n tentoonstelling ben. Ja, het klinkt bijna ook alsof het een soort van hogere recherchewerk is, alsof er een soort van werkelijkheid onder zit nog. Nou, volgens mij zit er geen werkelijkheid, nee, ik denk niet dat er een werkelijkheid onder of achter zit, dat is een soort metafysisch begrip van die dingen impliceren, maar dat is het eigenlijk niet. Nou ja, je bedoelt dat er een soort orde gezocht moet worden of zo. Ja, maar ik denk dat die zich aandient. Weet ja, wat? Precies, die dient zich aan. Die is meer in de ervaring van het werk als dat die nou heel metafysisch is of zo. Hij is echt gewoon, voor mij is die ervaring echt daar op dat moment. Ja, juist heel erg. Waar ben je op dit moment zelf mee bezig? Wat maak je? Wat maak ik? Ik ben twee schilderijen aan het maken momenteel. Eén is klaar, ander is bijna klaar. Dat zijn de dingen die in mijn atelier momenteel heb. Ja. En zijn ze installatief? Steken er dingen uit? Bewegen ze de ruimte? Nee, ze zijn niet installatief. Nou ja, in die zin, zoals ik ze in het begin beschreef, zeg maar, dus dat ze op zijde zijn, dus die stof, en daar zit bij een blauw schilderij zit goud op. En die ben dat is, soms moet je even het werk laten staan, maar momenteel heel erg blij met die schilderij die ik nou gemaakt heb. Dus omdat ze die dingen waar we het nou over hebben zo wel in zich dragen, denk ik. Het was een fijne dans met deze twee. Ja, zeker. Ja, ook wel een intensieve dans. Zo van dat ik ging op en neer tussen hemelhoogte zum jaugen en zum toon betrübt. Dat je denkt van, het is niks of het is alles. En dat je constant aan het zoeken bent naar waar je bevindt ten opzichte van zo'n werk. Dat is ook wel heel intensief en heel spannend. En soms heel frustrerend, soms heel belonend. Of hoe zeg je dat? Yeah. Bevredigend, ja. Waar gaan we ze zien? Waar kunnen we ze zien? Waar gaan we ze zien? Ja, dat weten we nog niet. Zeg maar, zou misschien nog op Art Brussel te zien kunnen zijn, maar misschien ook niet. Dat is nog even de vraag. Ja. Dat is nog even de vraag. Ja. Dankjewel voor dit pleidooi voor de onbepaaldheid. Nou, heel dank mooi. Dankjewel voor je interview. Ja. En als we het over onbepaaldheid hebben, dan ga ik toch even naar Jip toe. Jip, is jouw route naar huis al duidelijk? Bijna. Wat zijn er voor vormen bijgekomen die het hebben verduidelijkt voor je? Nou, het zijn... Kijk, naar huis gaan is natuurlijk niet een fysiek iets. Het moet mentaal gebeuren. Oké. Okay. Dus ik probeer hier uit mijn vaste routine te komen. Ja. Yeah. Dan probeer ik eigenlijk door de spiraal... langs het meteorietenveld. Ja. Op dit witte doek terecht te komen. Oké. Ja, dat is het wel zo'n beetje. Dat is het. En zitten daar nog elementen van het gesprek in? Of was de reis naar huis belastend genoeg? Ik heb totaal niet opgelet. Je hebt het wel niet opgelet. Nee. Nou, godzijdank hebben we alles opgenomen. Dus je kan het gewoon, mocht je ooit nog thuis belanden, alles terugluisteren. Dankjewel, Jip.
Heel fijn om zo naar je te kijken. Tot de volgende keer. Ja, heel graag tot de volgende keer. Ga vooral naar de Facebookpagina van Mr. Mot. Die wil je zien wat Jip gemaakt heeft. En of die arme drommel ooit nog thuis gaat komen. We eindigen natuurlijk onze uitzending met onze partner voor de kunst. De crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. Deze week is dat Harm Goslink Kuiper. Creatieve duizendpoot die onder naam Goslink in 2010 met een debuutalbum kwam. En maar liefst 8 jaar later is er een nieuw album. Althans, als jullie het allemaal royaal steunen natuurlijk. Harm, welkom. Hi. Het Goslink-universum is heel uitgebreid. Je schildert, je maakt kinderboeken, liedjes, eigen instrumenten bouw je. Hoe zou je de wereld omschrijven? Zit er een soort rode draad in? Eigenlijk is het heel erg... Het is eigenlijk een stempel wat door veel mensen op mij gedrukt wordt, van dat het allemaal heel erg mijn wereld is. Ik zie dat zelf ja ook wel, maar dat niet dat ik daar bewust mee bezig ben. Je zit er middenin natuurlijk. Ja, precies. Ja. Wat is het? Ja, eigenlijk uitgangspunt, denk ik, ja, heel natuurlijk het dagelijks leven. En ja, dat vind ik mooi om me mee bezig te houden. En dat heeft grote thema's, kleine thema's, existentiële dingen, leven, dood, maar ook... Ja, het genot van lichtval, ja, heel schilderkunstige traditie, dingen. dat komt eigenlijk overal terug en ik hou ervan, of ja, dat gebeurt eigenlijk niet bewust, maar dat, als ik bijvoorbeeld met een schilderij bezig ben, dan dient zich eigenlijk weer eigenlijk is mijn geest ook altijd aan het springen naar andere kanten. En dan krijg ik daar weer ideeën en dan ga ik weer iets anders erbij maken. En zo spring ik eigenlijk van alles op en neer. Jij volgt je geest die overal naartoe springt. Ja. En je maakt ook je eigen instrumenten. Dan heb je er 2 meegenomen. Op eentje ga je zo spelen en die andere die is gewoon om even te illustreren wat er allemaal voor wonderlijks dan ontstaat. Want leg eens uit wat heb je gemaakt. Ja, dat is inderdaad zo'n voorbeeld dat ik van het ene naar het andere, dat het ene het iets anders in mij wakker maakt. Ik span mijn schilderdoeken eigenlijk altijd op een heel traditionele manier. Hoe Rembrandt dat dan nog deed met konijnenlijm. Beetje apart voor een vegetariër, maar... Is het echt gemaakt van konijn ook? Ja, precies. Het zijn konijnenbotten. Konijn? Ja, pulverd en gekookt. Oké, okay, gezellig. Ja. Zijn de vriendelijk geslacht. Nee. Even kijken. Bio konijnlijn. Nee. Even denken. Dat is lijm eigenlijk, konijnlijm. En dat smeer je op je bespannen doek, linnen. En dan gaat het heel erg strak trekken. En dat viel me eigenlijk altijd al op, als je een doek hebt opstond. Dat zijn hele mooie klanken, er waren echt bijna hele mooie trommels. En ja, dan had ik altijd gezegd, ja, daar moet ik iets mee doen. En qua muziek ook. En eigenlijk heb ik toen Saladeschaal van de HEMA. Mag dat hier gezegd worden? Ja, dat mag gezegd worden hier. HEMA, fantastische winkel. Goede spullen, goedkoop ook. Ja, Saladeschaal van de HEMA. En daar heb ik toen uiteindelijk dus een schilderslinnen opgespannen. Eigenlijk hoe ik mijn doeken ook opspan. En daar konijnlijm opgesmeerd. En dat is een banjootje geworden. Ja, met een deurdrempel, ijzerdraadjes als fretjes en... Een deurdrempel eraan en wat snaren en je hebt gewoon een gitaar. Ja, een banjo. Althans, banjo model. Ja. En de stropdas die houdt alles Ja, precies. Ik hou echt van mooie stropdas. Ik hou van mooie... Nou ja, goed. Maar ik hou niet van stropdassen dragen, dus die belanden altijd in een instrument. Ik zal heel kort even... Hij klinkt heerlijk. Nou, dat was het, want we hebben weinig tijd. Ja, precies. Nou, pak vooral je andere instrument. Want jij gaat natuurlijk een debuut of een tweede album de wereld inbrengen. En daar heb je nog wat financiële steun voor nodig. Nou, willen we natuurlijk wel horen wat daar dan op komt te staan. Ja. Dus heel graag een liedje. Ja, dat kan. Sorry hoor, even wat vervelend geluid. Ja, we zetten even de microfoon recht. Dat is dan... Ja, ik speel eigenlijk met mijn band veel. En op de plaat heb ik eigenlijk op al mijn zelfgebouwde instrumenten... is alles ingespeeld. Drumstijl, wat ik heb gebouwd. Gitaren, banjo's, violen, contrabas. Ben ik nog verstaanbaar? Ja. Daar is de plaat vol. Maar nu ben ik in mijn eentje met mijn fruitkistgitaar. Les Rives. Nou ja, goed. Ik zal een liedje spelen. Jij brak mijn hart, ik brak jouw nek. Een eerlijke ruil, ik ben echt niet
boorde mijn hoop de grond in. Ik boorde een gat in jouw hoofd. Jij nam de benen. Ik nam de romp. Jij brak mijn hart. Ik brak jouw nek. Een eerlijke ruil. Ik ben echt niet gek. Instrumental break. Oh, sorry. Jij liet mij links liggen. Ik legde jou om. Jij liet mij schieten. Dus schoot ik op jou. Ja, ik ben soms wat hard. Voor wie zolt met mijn hart? Ik brak jouw nek in ruil voor mijn hart. In ruil voor mijn hart. Wauw. Dankjewel, wat mooi. Dankjewel. Dus dit worden allemaal, ja, het kleine publiek hier in de studio klapt voor je. Yeah. Het worden allemaal zelfgeschreven liedjes, allemaal in het Nederlands. Ja, klopt. Nederlandse liedjes. Ja, dat is ook lastig. Als je mij wilt doorgronden muzikaal, dan moet je eigenlijk een heel optreden. Maar moet je vijf liedjes hebben gehoord. Want nu denk je, ja, dat is zo'n soort liedje. Maar ik heb ook hele... gevoelige, zachtaardig. Nee, het is eigenlijk alles zonder komt erin agressie. Voor. Liefde, warmte, maar altijd wel een beetje ja, knipoogjes zitten vaak. Maar ook, nou ja, ook een mooie ballade voor mijn moeder. Jouw hoesjes zijn ook heel mooi. Die schilder je namelijk zelf. Dank je wel. Vertel eens. Ja, dat is ook weer zo'n ding wat dan door elkaar heen gaat lopen. Ik heb mijn vorige cd meegenomen. Ja, hiervoor heb ik trouwens ook een heleboel cd's uitgebracht. Dat waren echt kunstwerkjes. Er waren kleine oplagen van 200 stuks. Maar inmiddels ben ik het iets. Ja, is de vraag ook wat groter. En ja, deze cd, dit is het vorige cd. Ja, die heb ik. Ja, een schilderijtje. De achterkant, voorkant, of nee, ik moet altijd nadenken. De achterkant van het cd'tje. De achterkant van het cd'tje, sorry. Ja. Is een voorkant van een schilderijtje. Een stillevertje van mij. Vrij schaaltje. Met voor de goede observator bevinden zich twee vrouwenborstjes tussen het vrij. Oh, ja. De voorkant van het cd'tje is een achterkant van een schilderijtje. De cd heet Stilleven. En er zit dan ook een plakhaakje op. Dus je kan het ook echt... als een schilderijtje aan de muur hangen. Ja, geweldig. Maar goed, binnenwerk is ook allemaal weer foto's van instrumenten, boekje met schilderijen. Kortom, een apart dingetje. Maar zo wordt de nieuwe cd, wordt eigenlijk een serie. De volgende cd heet Zelfportret. En dat is een zelfportretje van mij. En die schilder je ook weer zelf. Dus daar komt alweer een stukje Goslinkiaans universum. Komt ja, precies. Het is eigenlijk weer een cd'tje wat een schilderijtje wordt. Dus je hoeft het eigenlijk voor de muziek niet eens meer te kopen. Nee. Heel goed koop een mooi schilderijtje. En je kan hem echt ophangen. Dus wat je net zei, dat haakje, dat zit er echt aan. Garantie. Drie weken garantie. Nee, levenslang. Mocht hij eraf vallen, dan kan je me bellen en dan krijg je een nieuw. Ga vooral naar voordekunst.nl en zoek op Goslink. En dan vind je allerlei mooie tegenprestaties. Huiskamerconcerten en zo kan allemaal. Hè. Schilderijtjes kun je kopen. Klopt. Ja. Heel mooi. Ja, fijn dat je hier wilde zijn. Dank je wel. En succes. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ja. Dank je. Jullie ook. Tot zover, Kunst is Lang voor deze week. En volgende week zit hier Christy van der Haak. Ondertussen vertel ik nog even dat als je Bas' werk en de werken van Jip Piet... wil terugzien, ga dan even naar mrmotley.nl. Volgende week zijn we dus terug met Christy van Haak. Graag tot dan.